Hallo jongens en meisjes, het is weer dinsdag, het is weer 2 uur. Het is tijd om het volgende tekenles te beginnen. Vandaag heb ik weer een hele leuke les. Ik word nu wel een beetje afgeleid. Even muziekgeluid hier uitzetten. Okay. Ik zet even muziek uit hoor. Want vandaag gaan we het hebben over tekenen op muziek. Ik wil het een beetje combineren met een van de lessen die ik hiervoor al had gegeven. Het gaat over abstractie met helemaal afklient. En een beetje over kleurgebruik ook en je kleur uitkiezen. Dus ook zou wel leuk zijn als je dat ook combineert. En van de vorige les het figuur tekenen. Toen zijn we geëindigd met beweging tekenen. Met allemaal van die kleine streepjes en dergelijke. En lijnen. Hoe je dan beweging zou kunnen maken. Deze les wil ik al die onderdelen combineren. Dus kleur, abstractie, lijnen. Om een tekening te maken op muziek. Dus we gaan meteen beginnen met... wat ik vandaag heb voorbereid. Ik ga het over een paar. Ik ga alvast weer een beetje beginnen over abstractie. Voor de kinderen die. Het is natuurlijk een heel raar, moeilijk woord. Ik ga het weer even gewoon. Abstractie. Wat is abstractie? Abstractie is gewoon een vorm, lijnen, beelden. Beeld. Dat niks letterlijk betekent. En Picasso die doet het een stap voor stap eigenlijk. En dan wou ik even naar Picasso kijken. Want hij pakt de stier. En hij verandert hem langzaam naar lijnen eigenlijk. En je ziet er nog wel een stier in. Maar hij wou zijn naam eigenlijk als een soort van stiertekening laten lijken. Want hij vond zichzelf een stier. Dus hij wou zijn handschrift, zijn naam, Picasso, wou hij laten lijken op een tekening van een stier. Omdat je naam natuurlijk, het ziet er niet... als je boom schrijft, ziet het er niet uit als een boom. Het is gewoon het woord. Dus daarom zou letters of woorden misschien abstract kunnen zijn. Nou ga ik naar het volgende voorbeeld, naar dit. Dit is Japans of kan ook Chinees zijn. Maar hier zie je dat woorden wel van een plaatje afkomen. Je ziet, je leest het niet, maar je kan het al zien hier. Dit is een berg. Langzaam verandert hij naar dit woord. Dit woord betekent letterlijk berg. Je ziet dat het letterlijk van de tekening vanaf komt. Dit vuur, boom. Goud, dus dit is blijkbaar een berg waar aan de onderkant van de berg goud het ligt. Dus allemaal van die steentjes en dat het dus goud wordt. Dit is aarde, dus je ziet een plantje en dan daaronder de grond en dit is dus aarde. Dit is hek of poort. Zo ziet het een beetje uit van hout, dus van vroeger. En dat er twee deuren zijn. Een soort van vertaald symboliek. We gaan het dus ook vandaag over symbolen hebben. Even mijn notities bij pakken voordat ik het wat ik een beetje chaotisch word. Ja, want we gaan een tekening maken op muziek. En ik heb het nu misschien wel over dus abstracties en symbolen en vormen en dergelijke. Maar als wij naar muziek luisteren, dat geeft ons veel emotie. En soms kan je naar muziek luisteren dat je aan een situatie bedenkt of een gesprek die je had of een plek die je hebt meegemaakt. En muziek doet dat niet letterlijk. Je kan natuurlijk ook de geluid van golven luisteren, maar... je kan ook een compositie zou kunnen maken of een muziekstuk zou kunnen maken dat jou herinnert aan de zee. En zo doet muziek dat altijd heel goed. En dat wil ik ook vandaag dus proberen.
met tekenen en met kunst. Dus dan ga ik een paar voorbeelden laten zien van Kandinsky, die dat heel mooi kan. Denk hoor. Of niet? Ja. Nou, ik ga eerst een muziekje laten luisteren van Debussy, waar hij dat heel mooi vertaalt, vind ik, van situatie naar muziek. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. Dit is een heel bekend nummer van Claude Debussy. Je zult hem allemaal wel herkennen. Van films en dergelijke. Maar dit muziekstuk heet Clair de Lune. Dat is een Fransman, dus het is een Frans titel in Frans. Vertaald is het licht van de maan. Dus maanlicht. En dat kan ik me heel goed voorstellen als ik hiernaar luister. Dat we 's avonds ergens zijn, buiten, dat het maan ineens uit de wolken komt, dat het ineens oplicht, of dat je in de bossen bent, of bij de zee, en dat je een reflectie van de zon ziet. Of van de maan bedoel ik, sorry hoor. Dus hij kan dat heel mooi. Hij heeft ook nog een paar voorbeelden van situaties, maar ik ga even terug naar kunst. Ga ik gewoon weer openen. We gaan het vandaag over Kandinsky hebben. Ik had het over abstractie, met helemaal afklinkt. Hij was de eerste, maar een grootmeeste persoon die er bekendst om staat is Wesselin Kandinsky. Het is een man van Rusland en hij is met zijn hele leven bezig geweest met het vertalen van emotie, gevoelens, naar schilderijen, naar tekeningen. En dus hij ging heel vaak naar concerten, naar klassiek muziekconcerten. Dat was wat de muziek waar ze vroeger heel veel naar luisterden. En hij had iets wat heet, synestia. Maar dat is letterlijk dat hij kleuren zag als hij muziek hoorde. Dus, en daarom had hij een behoefte aan om schilderij te maken, dat muziek, het gevoel van wat je van muziek krijgt, dat als een schilderij. Dit filmpje van YouTube die ik had gevonden is heel boeiend. Want hier doet hij een paar muziekstukken samen met zijn schilderijen. En dan kan je al heel goed... het is bijna een videoclip eigenlijk, maar dan van een stilbeeld. Dus we gaan even samen naar kijken. Even een betere plaatje hiervan vinden, want de kwaliteit is zo slecht. Kan ik een betere... Ja. Gaan we weer verder hoor. Het is heel rustig. Het is, ik zie heel veel donkere kleuren hierin. Een paar lichte vlekken en geen harde lijnen, allemaal zachte organische lijnen en bubbels. Dat is heel dromerig, dus dat vind ik goed bij elkaar passen. We gaan meteen weer naar de volgende, anders duurt het te lang. Painting 2. Is meteen veel intenser. Maar hier heeft hij ook allemaal harde lijnen. Harde lijnen die eigenlijk gewoon zo zigzaggen doorheen. Hij heeft wel weer wat cirkeltjes voor wat melodietjes, zou ik maar zeggen. Maar en wat hele duidelijke harde noten. Dus ik zie ook heel veel vierkantjes, rechte lijnen. De muziek, de viool die gagagam gewoon doorheen snijdt. De trompetten die barsten. Heel veel actie. Nou,
Gaan we weer naar de derde. In dit muziek eerst heel veel ritme. Ik ga het even zachter zetten hoor. Dus de trommel. Dun, 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 dun. Dus herhalend ritme eigenlijk. En misschien daarom, ik weet niet of Kandinsky hier per se op heeft geschilderd, maar de persoon die dit clip heeft gemaakt op YouTube, die vond dat deze herhalende cirkels, rondjes, goed bij het muziek paste. Maar het heeft ook een heel warm geluid. Het is fijn muziek, dus dan met die warme kleuren van wat hij heeft geschilderd, dus met heel veel rood, heel veel geel, dat heel goed bij elkaar past. Ja, dat was wat ik wilde laten zien even daarmee. Even kijken. Dus dit is een schilderij van Kandinsky. Wat ik vandaag dus wil doen met jullie is tekenen op muziek, maar we gaan even kijken naar wat hij heeft gedaan, zodat we kunnen leren van de grootmeester natuurlijk. En wat je ziet is, hij heeft heel veel zwarte lijnen en daardoorheen vult hij het op met heel veel kleur. Maar je ziet nog wel een paar, en het is, je denkt, ja, maar wat stelt het voor? Wat is het? Het is muziek, maar wat voor muziek? Maar je ziet wel een paar herkenbare dingen dat hij wel heeft verwerkt. En daarom dat ik die symbolen heb laten zien net. Omdat we wel nog steeds, omdat je ze symbolen stiekem in je tekening of schilderij kan verwerken. Dan maakt het net wat meer spannend om je schilderij te ontdekken. Het refereert meestal wel naar iets, maar dat weet jij alleen. En dat maakt het wat leuker, want het is een soort geheime brief die jij alleen maar kan lezen. Of misschien alleen maar de mensen waar je over hebt verteld. Hier zijn er wat mensen, twee mensen volgens mij die hier liggen. Dit is een soort huis, dit zijn een soort van huizen ook. Dit lijkt op een berg. Het is een regenboog, die kennen we wel. Misschien is het de lucht, dus misschien een antenne van een huis. Misschien bestond dat vroeger nog niet, maar... Ja, het ziet er wel heel levendig en gebeurt heel veel dingen. Het lijkt wel geen stad per se, maar misschien wel een dorp in de bergen, waar er heel veel vrolijke dingen gebeuren, eigenlijk. Zo interpreteer ik het. Ik ga naar de volgende. Dit lijkt wel echt op een muziekstuk. Ik weet niet waarom. Maar dat gevoel krijg ik erbij. Dat het echt over een compositie gaat van een muziek. Dat misschien komt dat door de sfeer van het paars. Dat heel veel geluid rondzweeft. En dat er wel echt duidelijke noten zijn gespeeld. En momenten. Zo bam, bam, bam. Doeloe, piep, piep. Ik kan misschien zelfs meezingen. Wat voor een lied dit zou zijn. Ja, en dat het dat er wel wat sprankelende stukken, wat harde noten, maar dat het rest wel wat zacht muziek is volgens mij. Dat het heel rustgevend is vooral, maar wel duidelijk van structuur. Nou, ik wil eigenlijk nog een clip laten zien van Kandinsky. Dit is als hij gaat tekenen. Dat vond ik heel mooi, want... Wat wij ook gaan doen, is wij gaan gewoon naar muziek luisteren en wij gaan daar gewoon op reageren. Het kan op verschillende manieren, maar ik had een manier bedacht waar wij eerst gewoon gaan tekenen en daarna wat wij met potlood of met pen hebben getekend, dat gewoon opvullen. Want hij begint met een paar lijnen eigenlijk en hij is er heel vrij in en hij maakt zomaar een compositie. Hij doet het al jaren, volgens mij was hij al 20, 30 jaar bezig als kunstenaar. Toen hij dit ging schilderen. Maar laten we maar even kijken. Een soort telescoop geworden. Nu zitten er weer lijnen, dus het hoort het niet meer. Zo'n lijn hebben we eerder gezien in het schilderij. Dus gaat naar beneden. En hij pakt wat meer verf. Oh, en hij maakt wat stippen. Dus daar wordt het wat drukker. Daar gebeurt er wat. Dus Kandinsky dus.
De man waar we het over hebben. Kijkt heel serieus. Heel gefocust. Ah ja. God, lange lijnen, lange dunne lijnen daarboven. En een rechthoek. Dat vorm kennen we. Ah, en hij vult het op met wat kleine lijnen ook. Dus met een raster. Ah ja, en hij maakt er kleine vierkantjes van. En hij gaat daar wat zigzaglijnen. Ja, het zijn net de bergjes, zoals we net zagen. We gaan er weer lijnen doorheen. Ja, dus zo begint hij gewoon met schilderen. En dat kunnen wij ook. Dat is volgens mij het einde. Nee, hij gaat weer verder. Gaan zijn serieuze gezicht weer bekijken. Nou, wat gaat hij als volgende doen? Ah, hij pakt hele dikke, hij pakt heel veel verf, dikke penseelstreep. Maakt het helemaal zwart daar. Hij wou het wat zwaarder laten lijken, denk ik. Hij vult het op. Ja. Even verder kijken. Volgens mij was dit wel het einde. Nou, met zo'n plaatje eindigt hij dan. En dan zou je kunnen even vergelijken met wat we hier zien. En met wat we hier zien. Maar ja, we gaan even zijn methodiek gebruiken om een tekening te maken. Dus wat ik wel wilde doen, is dat we met een paar oefeningen beginnen eerst. Ik ga weer... Oh, ik moet wel... Zo, we gaan weer naar de Photoshop waar ik met jullie ga meetekenen. We gaan stap voor stap beginnen. We gaan eerst beginnen met wat oefeningen. Wat ik misschien wel heel leuk vond, is dat we gaan een paar emoties uittrekken met lijnen. Dat kunnen jullie allemaal, want ik ga even meedoen. We gaan eerst beginnen met wat boze lijnen tekenen. En als je ooit boos bent geweest en je moet een opdracht doen, dan ga je zo... Ik ga even wel zwart pakken. Maar wat ik dan doe is... Nee, nee. Nou, ik schrijf het zelfs verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Dus zo wil ik dat jullie ook boze lijnen tekenen. Maar misschien met één lijn. Dus misschien... Dit zijn mijn boze lijnen. En je kunt een paar blaadjes pakken. En gewoon een paar gewoon blaadjes opvullen met boze lijnen. En dan op verschillende manieren niet... Ik heb een paar. Ik doe dit heel snel. Maar ja, zo wil ik dat jullie een paar boze lijnen tekenen. En misschien als volgende wil ik dat jullie wat blije lijnen gaan tekenen. Ik heb een paar blije lijnen. Dat is wel een verschil, hè? Zo en dit. Dat zie je wel, dat merk je wel. Of deze. Dus, en als laatste wil ik dat jullie wat verdrietige lijnen tekenen. Dus misschien ik... Misschien zijn die van mij bijna tranen. Heel verdrietig. Ja, nou dat zijn mijn 40 lijnen. Dus dat is de eerste opdracht. Maak, pak drie blaadjes of op één blaadje mag ook. Een paar boze lijnen, een paar blije lijnen, een paar 40 lijnen. Ja, en zo als volgende gaan wij maar met een tekening beginnen. En omdat wij gaan tekenen op muziek, wil ik dat jullie een liedje uitkiezen. Een liedje wat jij... Ja, wat specifieke gevoelens opwekt. Dus je mag zelf kiezen of het een blij nummer is, of een verdrietig nummer, of een boos nummer. Maakt niet uit, dat mag je zelf kiezen. Ik wil eigenlijk ook wel iets uitkiezen, maar omdat ik dit livestream, moet ik wel voorzichtig zijn met rechten. Dat het filmpje nog wel
gezien nog opgeloot gaan worden. Dus ik ga even een muziekje zoeken. Het is niet mijn lievelingsmuziek, maar iets wat werkt. Even kijken hoor. Dus prima, denk ik, voor mij. Dus ik kan met zwart beginnen, maar ik kan ook met kleur beginnen. Dus ik ga gewoon meteen. Wat zachte kleur, maar nu hoor ik wat harder geluiden. Dus ik wil denk ik wat hardere kleuren. Wat meer oranje. Nu wordt het weer zacht, dus misschien ga ik weer iets anders kiezen. Naar hier. Wordt het weer wat lomper, dus misschien wat, toch wat harde lijnen erin. Ja, en nu denk ik, oké, wat nu? Maar nu denk ik even weer terug aan die symbolen die ik had laten zien. Even muziek zacht gezet hoor. Dus wat ik hier in mijn tekening mis is, ja, het is wel dromerig, maar misschien wil ik wat symbolen van iets uitkiezen. Dus ik kan weer, ik ga even terug naar Rome. Dan weet ik dit weg. Dat is de muziek waar ik net naar luister. Ga ik op pauze zetten. Symbolen zijn heel handig, want ja. Dat is gewoon leuk, waarom niet? Ik hoef niet alles te bedenken, want er bestaat natuurlijk al heel veel in de wereld die ik kan gebruiken. Er zijn een paar symbolen die ik kan gebruiken op zich. Ik kan ze dus ook veranderen, want ik denk, ik wil wel goud, maar niet per se zo. Dus ik vond wel goud wel goed bij passen, dus, maar dan wil ik wel een andere kleur. Ja, misschien meer zo'n kleur. Dat ik dan het symbool goud erbij teken. Was dat zo? Ah, nu heb ik een soort huisje, maar ik wil even. Oh, echt, ik wil dat jullie wel meekijken, natuurlijk. Zo, daar heb ik hem al, het begin. Nou, deze lijnen bestaan al, maar dan doe ik het zo. Volgens mij ging dat zo. Volgens mij heb ik het verkeerd gedaan. Even kijken hoor. Ja, ik heb het. Het moest. Deze kant op, niet dat het heel veel uitmaakt, maar ja, dus ja, dit is dan goud. Wat had ik erin? Stiekem, dus dat, maar dat ziet er niet eens uit als het tekentje. Het ziet er gewoon uit als de rest van de lijnen. Dus daarom vind ik het wel grappig om dit erbij te zetten. We kunnen even kijken naar. Ik heb gewoon symbols gegoogeld, symbolen. Je hebt dus voor elk geloof, elke religie, elk religie, geloof, elk land. Elke cultuur heb je wel eigenlijk symbolen. En is dat van de alchemie? Dus je had mensen die. Ja, een soort ouderwetse scheikundigen. Heb je ook allemaal symbolen. Dus je kan zeep, dit is blijkbaar zeep. Magneet. Zilver, koper. Aarde, water. Ja, van dat nummer. Even terugluisteren hoor. Dit vond ik wel luchtachtig. Dus ik wil het symbool lucht. Waar is lucht? Ah, dit is lucht. Driehoekje met een streepje doorheen.
Dus ga ik even dat erbij pakken. En misschien wil ik hem hier erin zetten. Maar het lijkt wel al. Ze hebben allebei dakjes. Oh, wacht, ik moet. Ik het laat zien. Sorry hoor. Ja, hier. Ik moet elke keer switchen. Hier heb ik dus een paar symbolen zitten bekijken net. Wax. Zeep. Nou, hier had ik dus air. Lucht. Dus een driehoekje met een streepje doorheen. Kijk hoor. Ja. Dat ga ik even doen. Dan ga ik weer terug hierheen. En ik wil wel een luchtachtige. Ja, ik wil wel die. En dan wil ik meer zoiets pakken. Volgens mij was het een. En dit is. Hoe laat is het nu? Ja, het is nu al half. Maar dit is één tekening die ik heb gemaakt. Heel snel. Maar zo heb ik een tekening op muziek gemaakt. Dus je hoeft het. Ja, ik heb jou gewoon wat tips gegeven. Je moet gewoon goed naar muziek luisteren. Denken, ja, zitten wat harde lijnen? Want je hebt natuurlijk in de muziek heb je verschillende instrumenten, zoals het gezang. De bas of de instrumenten, de gitaar of de piano die gespeeld wordt. Dus ik ga het even weer het muziekje van het begin opzetten. Het is weer Claire de Lune, de maanlicht. Ja, dit past er niet helemaal bij, maar je kan je voorstellen als je gaat tekenen. Als je elke noot naar de piano, naar de sfeer, naar waar je bent, waar je naartoe gaat, dat probeert te tekenen eigenlijk. En dat kan in lijnen, kan in vormen, kan in vlaktes. Natuurlijk wel met. Mijn tekening is nog heel erg leeg verlegen met deze. Je kan natuurlijk, ik heb hem heel snel gemaakt. Teken hem lekker door. Maak een nieuwe. Zet een andere nummer op. Misschien is het een goede opdracht om te tekenen zolang het muziek doorgaat. Dat je blijft doorgaan tot het nummer tenminste voorbij is. Of je gaat er gewoon mee door, want je tekening is nog niet af. En nog een tip. Je kan ook. Kijken. Even kwijt hoor. Je kan ook muzieksymbolen gebruiken. En ook hele mooie symbolen. Het ziet er ook heel erg bewegelijk uit. Dus die zou je ook erin kunnen zetten. Lijnen die het gevoel geven van dat er iets gebeurt. Deze symbolen betekenen ook iets eigenlijk. Maar dat ga ik niet uitleggen. Zou je kunnen opzoeken als je denkt dat handig is voor jouw tekening. Maar ja, dat was het voor vandaag. Tekenen op muziek met Kandinsky. En dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke opdracht is voor jullie thuis. Ik weet dat jullie allemaal pakketten hebben gekregen van Art School. Dus dat je allemaal papier hebt, dat je verf hebt, dat je potloden hebt. Je kan meteen dit gaan schilderen en kleuren pakken en mee schilderen zoals ik heb gedaan met mijn kleuren. Maar je kan ook eerst met potlood tekenen. Gewoon heel veel lijnen tekenen, alle vormen, alle symbolen. En dat je die daarna allemaal inkleurt met vlaktes. Zoals je ziet in deze schilderij. Dat er wat gele plekken zijn, dat je omheen wat paars hebt, wat blauw en wat rood. Dat je elke keer. Weer verdeeld met symbolen. Niet bang zijn dat ze elkaar overlappen, want dat maakt het ook mooier. En dat je zo een mooie tekening maakt. En als je tekeningen hebt gemaakt, ik wil ze eigenlijk heel graag zien, want ik ben heel benieuwd naar wat jij hebt getekend. Dus ik wil dat je heel graag die opstuurt naar marina@artschool.nl. Ik heb de link hieronder van deze YouTube-kanaal neergezet. Ik wacht ze af. En ik hoop dat je nog een hele fijne dag hebt. En tot in 2 weken deze keer is er weer een Art School lesson online.
Maar ja, voor dan even kijken waar ik moet zijn. En tot de volgende keer. Doei doei!